Hallo allemaal en welkom weer bij deze nieuwe vlog. Deze week heb ik weer van alle super leuke dingen opstaan. Ik heb er echt super veel zin in. Dus het zal waarschijnlijk wel trouwens, net zoals in de afgelopen vlog, ook wel weer wat meer met foto's en zo zijn. Maar goed, op zich is dat denk ik niet heel erg. Ik ga nu namelijk mijn tas inpakken. En dan ga ik strakjes vertrekken naar mijn broer. En dan zit ik 3 dagen in Amsterdam. Dus dat is wel echt super leuk. Daar heb ik super veel zin in. Want in Amsterdam zijn deze keer de skillswedstrijden, de finale. En dan ga ik op de wedstrijdvloer bij Bloembinden dan helpen. En ik ga op donderdag rondleidingen geven. Dus dat is wel super leuk. Dus ik ga nu eventjes mijn tas daarvoor inpakken. Nou, hallo allemaal. Het is vandaag zaterdag en ik sta weer heerlijk in mijn atelier zoals je kan zien. De afgelopen dagen heb ik in Amsterdam gezeten voor de skillswedstrijden. En heb ik mogen helpen en rondleidingen mogen geven. Heb me helpen met opbouwen en op de wedstrijdvloer geholpen. Dus ik heb het echt super leuk gehad. Maar het werken gaat nu in het weekend gewoon lekker door. Ik heb gisteren op de terugweg, toen ik van Amsterdam naar huis was, ben ik bij de groothandel gestopt. En dan heb ik allemaal hele mooie bloemen gehaald. Want dat is dus allemaal voor de vakverdieping van Monique donderdag. En ik ben nu ook alweer lekker bezig. Ik ben nu, dit frame hebben jullie denk 2 weken of 3 weken geleden gezien. Maar ik heb nu het steeltje eraf geknipt en ik heb hem op een boomschijfje gezet. En daar komen dus ook allemaal bloemetjes in. En dan gaan we vandaag dit frame met dat hooi ga ik vullen. Deze ga ik vullen met bloemen met die vlinders. En deze wil ik nog opknappen. En in principe ben ik dan klaar. Kijk, en deze. En dan gaan we hier, want hier zitten ook allemaal buisjes in, gaan we dan ook nog wat verse bloemen doen. Maar die buisjes, want ook hier in dit objectje waar ik dus nu mee bezig ben, daar zitten gaan ook alleen maar buisjes in. Maar, hoe heet het? De bloemen ga ik dan wel pas donderdag erin doen. Want anders dan moet ik steeds allemaal buisjes erbij gaan vullen. Dat is denk ik niet zo heel handig. Dus doe ik gewoon even los in een emmertje wat bloemen meenemen. En dan doe ik wel al hier alles al klaarmaken, de buisjes ook al vullen. Zodat ik ze donderdag bij Monique alleen nog maar de bloemen erin hoef te doen.
Nou, lekker dan. Valt mijn hele kar met allemaal eitjes om. Wieltje laat los. Het is vandaag zondag en ik ben vandaag weer lekker aan het werk en ik heb ook al één creatie af. Dat is een bestelling voor deze week, dus die staat fijn klaar. En nu ga ik verder met de boeketten. Ik ga vandaag 2 frames vullen. En dan wel ook al de bloemen en zo aan de kant zetten wat dan in die andere frames moeten, maar dat doe ik dan volgende week. Dus ik hoop dat de bloemen zich een beetje mooi houden tot volgende week donderdag. En zodra ik die boeketten klaar heb, dan ga ik dan nog even hout uitzoeken. Want ze zijn bij ons een overkapping aan het maken. En daar hebben ze hele mooie houtblokken van over. Allemaal restjes. En dat ga ik vandaag even uitzoeken wat ik daarvan wil hebben. Want de rest gaat dan morgen weg. Maar daar heb ik dus deze creatie, wat dus die bestelling is, heb ik daar ook op gemaakt. Het zijn gewoon echt super mooie blokjes. Dus die gaan we daar natuurlijk eventjes uitzoeken.
in principe staat voor de vakverdieping bijna alles klaar. Ik ga morgen daar gewoon verder mee. En nu ga ik dus nog even die houtblokken uitzoeken. En dan vind ik het wel goed geweest voor vandaag. Dus ik hoop dat ik dat nog net voor het eten red. En morgen is weer een nieuwe dag. Dus dan kan ik weer andere dingetjes doen. Maar ik ben wel blij met de dingen die ik vandaag heb gedaan. Ik vind het echt ook allemaal mooi en vrolijk. Ik hoop alleen dat de bloemen zich wel houden. Want sommige ranonkels zijn echt heel ver opengesprongen in één dag tijd. Ik heb ze gisteravond, vrijdag heb ik ze gehaald. Dus ik hoop dat ze zich mooi gaan houden. Maar normaal houden ranonkels zich wel lang, dus op zich. Maar goed, dit is even afwachten. En anders moet ik ze maar eventjes gaan vervangen nog donderdag. Maar goed, dus de rest ga ik donderdag vullen. Dus kan ik nu nog eventjes niks aan doen. Ik ben wel nog even een vaas in een andere kleur aan het spuiten. Want ik vond de kleur... het was gewoon een glazen vaas. Maar er zat een beetje kalkaanslag in, denk ik. En dat kregen we er gewoon niet meer uit. Dus ik heb hem nu even in een ander kleurtje gespoten. Want het is wel een leuk vaasje voor onder dat bruidsboeket. Dus nog even de laatste dingen vandaag. En dan vind ik het goed geweest. Weer het einde van deze vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet natuurlijk niet even te abonneren op mijn kanaal en even een duimpje omhoog te doen. En dan zien we elkaar de volgende week weer. Doei!